Vice-president Ashwin Adin heeft het afgelopen weekend voor het eerst een bezoek gebracht aan het dorp Asidonghopo. Hij was daar om de resolutie van Gramang Albert Aboikoni in ontvangst te nemen. In dit document zijn de ontwikkelingsdoelen van het Boven-Suriname-gebied vervat. Deze zijn vastgesteld tijdens de driedaagse Leo Krutu die door Aboikoni was georganiseerd. De vice-president noemt zijn bezoek aan het dorp en de ontvangst van de resolutie een belangrijk moment. Een belangrijk moment. Ja, inderdaad. Een resolutie die duidelijk twee componenten in zich draagt. Elementen. Eén is verzoening, twee is de ontwikkeling. En de ontwikkeling, moet ik zeggen, is heel mooi in beleid uitgezet qua doelstellingen, middelen en een tijdlijn. Concrete targets gesteld. Het feit dat het heel ordelijk en op de wijze hoe men het ingericht heeft, geeft aan dat het een voorbeeldige, ik moet zeggen, een heel mooi voorbeeld is van hoe je een sterk beleidsdocument en resolutie kan conciperen. En wij willen zeker dat ondersteunen. Het belangrijkste is dat het nog in werking moet gaan. Wanneer, wat denkt de regering precies te doen? Men heeft het al in werking laten gaan. We hebben al geld verzameld. Dat is het eerste signaal dat zo'n fonds, het Samaka Ontwikkelingsfonds, zo erg wat ze noemen, dus in werking gaat. Men heeft daar targets gesteld van maart, april. Verschillende instituten die men wil opzetten. Van fonds naar jongerenraad, naar vrouwenraad. Dus dat soort zaken, concreet gaat men ook een begroting of een document samenstellen waar de regering in kan ondersteunen. Belangrijk in deze gedachte denk ik dat we kunnen meenemen is dat men zegt de ontwikkeling moet uit zichzelf komen hier. Wat kan men zelf doen en wat kan de regering bij doen aan ondersteuning om hen te helpen. En ik denk dat dat een heel bijzondere instelling is en dat het een voorbeeld mag zijn voor velen. Volgens de vice-president hebben ook andere problemen van het Boven-Suriname-gebied de aandacht van de regering. De VP wil zich sterk maken om te werken aan oplossingen voor de verschillende vraagstukken. U gaat weg. Ik dacht dat u een kijkje zou nemen in het dorp. We hebben al een beetje, nou, hebben we niet rondgelopen. Nee, ik ben gelijk naar de zaal geweest. Ja. Nee, we gaan, het probleem is, ik begrijp dat het vliegtuig straks vertrekt, no? Om 3:30. Dus dan zijn we redelijk laat al. Oké. Ik begrijp dat dat gaat gebeuren. Minister Dikan, waar is hij? U blijft wel? Jawel. Hij blijft er wel. Dus hij gaat voor mij oriënteren. Nou, wij zijn er sowieso. Wanneer denkt u terecht te komen in het gebied? Nou, we zijn er wel vaak in het binnenland, maar hier in dit dorp, oké, dan moeten we even kijken. Zodra we, ik denk met onderwijs binnen zijn we geweest en zo. Zodra er projecten zijn, zijn we altijd geïnteresseerd. Hè? Van hoe gaat het in de praktijk? We willen altijd in de praktijk kijken hoe het loopt. Vooral nu, we weten schaarse middelen, we moeten kijken hoe. En zodra we dat kans geven, zijn we terug. U heeft toch niet gezegd wat u concreet gaat doen om de drie scholen die nu gesloten zijn, weer operationeel? Nee, ik moet even nagaan de rapportage waarom het gesloten is. Als het ligt, en dat zei ik net, aan de leerkrachten, en dan komen meestal voor de vakantie zien we dat het laat wordt, 1 maand, 2 maanden, voordat de leerkrachten opgetrommeld zijn om te komen. Omdat ze geen water hebben. Ja, toch, dus dat soort dingen. Ja, toch, dat moet je kijken wat die voorzieningen moeten zijn. Hoe kunnen mensen passen meten, omdat we het kunnen doen. Tot zover vice-president Ashwin Adin tijdens zijn bezoek aan het dorp Asidonghopo. Hij is speciaal afgereisd om de resolutie met ontwikkelingsdoelen van Gramang Albert Aboikoni in ontvangst te nemen.